Power to the People is trouwens de vaste huisband bij Tech Talk Late Night. Dus elke maand zijn ze er weer. We hebben ook af en toe wat gastmuzikanten. En misschien straks aan het einde ook één van onze gasten die we nu krijgen. Dat moeten we straks dan even zien. Dat wordt spannend, want we gaan jammen met z'n allen. Goed, we hebben even gekeken naar marketing, Google, Facebook. Ze weten alles van ons. De Belastingdienst kwam ook nog even ter sprake. Allemaal data die verzameld worden op internet. Maar toen hij hier naartoe kwam, liet u ook een heel spoor van data achter u. Dus met het OV-reis, met de auto, allerlei apparaten die ons niet alleen volgen, maar ons ook helpen onderweg. Waar ligt de balans? Wat wilt u laten zien? Wat wilt u niet laten zien? We gaan erover praten met twee mannen die over heel belangrijke apparaten gaan, die ook wel een beetje uniek zijn in Nederland, namelijk TomTom en de OV-chipkaart. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Simon Hania en Sergei Katus. Heren, welkom. Ja, zoals u ziet, we wisselen een beetje tussen de criticasters en de mensen die echt het werk doen, de data verzamelen. Sergei Katus, jij was de afgelopen 4 jaar de privacy officer bij de NS. Klopt. Regelmatig in het nieuws gekomen. Ja. Regelmatig het nieuws gekomen, met de OV-chipkaart natuurlijk. Simon Hania, jij werkte vroeger als technisch directeur bij Access for All. Daarna ging je bij TomTom werken. Ook daar ben jij nu de chief privacy officer, zoals dat heet. Laten we beginnen met de basics. Jullie hebben allebei verstand van een apparaat wat de meeste mensen van ons gebruiken dagelijks, maar we weten niet wat daarmee gebeurt. Simon, laat ik bij jou beginnen. Als ik met een TomTom onderweg rijd, dan weet dat ding aan de hand van satellieten waar ik ben. Maar er gaat ook data naar jullie toe. Wat wordt er allemaal verzameld via dat kastje? Nou, je begint eigenlijk al met de tekst dat de data naar ons zou gaan. Dat is dus niet zo. Even voor het goede begrip moet ik vaak toch nog uitleggen. GPS is alleen maar zenden, is niet ontvangen. Er gaat niks terug. Dus dat kastje, dat weet waar jij bent en heeft alle kennis en elektronica aan boord om jou de weg te wijzen. De kaart zit aan boord, in tegenstelling tot bij veel smartphones. Hij zit aan boord en hij weet je de weg te vinden, dat tik je in. Nou, is het zo dat wij je vragen op het apparaat, wil je ons helpen onze kaarten te verbeteren? En dan pas gaat die data verzamelen en naar ons toesturen, die we vervolgens compleet anoniem verwerken. Maar toch heeft het CBP jullie op het College Bescherming Persoonsgegevens, ja, jullie op de vingers getikt. En dan gaan we weer de gebruikersovereenkomst. Er waren dus mensen die kregen een TomTom en die werden niet goed geïnformeerd over wat jullie verzamelen. Hoe ging dat? Nee, wat het CBP zei is dat we ze niet helder genoeg informeren. Ja. Nou, daar waren we het mee eens, want ja, daar was die publiciteit over te doen. Dus dat hebben we verbeterd, dat vind je nu op alle apparaten. En daar hebben we ook een website van gemaakt die dat uitlegt. Ja. Dus als je nog tijd hebt, kan je die nog laten zien. Staat een filmpje op, wordt het helemaal uitgelegd. Dus dat was het goede nieuws wat het CBP zei. Die zei ook, wat de manier waarop jullie doen, die vinden we goed. Want jullie anonimiseren goed. En vervolgens wat je ermee doet, is dat je er ook op let dat wat je bijvoorbeeld in die kaart stopt, niet gede-anonimiseerd kan worden. Dus je kan niet op basis van de informatie die wij bijvoorbeeld ter beschikking stellen aan overheden voor wegenplanning, kan je niet meer teruggaan naar de persoon die dat ooit vrijwillig heeft bijgedragen. Ja. Oké, maar naast die kastjes, scannen jullie ook of de telefoons over de weg gaan, toch? Of niet? Nee. Nee? Nee, dat doen wij niet. In een aantal landen is het zo dat wij gegevens krijgen van telecomleveranciers die we kunnen gebruiken om verkeersinformatie van te maken. Maar niet alleen telecomleveranciers, ook de mensen die met een TomTom-kastje rondrijden waar een ingebouwde dataverbinding in zit. Ja. Oké, en daar zie je dus wel van, die gaat daar naartoe. Net als een mobieltje, nou, dat je bij een antenne inlogt en dat soort dingen. Dat zien we niet. Want zodra we die gegevens binnenkrijgen, knippen we alle identificerende gegevens, dus het serienummer van het apparaat enzovoort, eraf. En dan hebben we alleen nog maar dat spoortje van informatie. Dat gaat in een grote verkeersgegevensbrouwerij, zou je kunnen zeggen. Ja. En daar kunnen we dan van zien van, nou, hier op de Prinsengracht staat een file. Als hij er nu zou staan. Dus jullie zien alleen naar, er zijn auto's. En ja, niet we verwerken die gegevens dus anoniem. Okay. We hebben er dus erg voor gezorgd dat het niet kan met heel veel techniek. Wat nou het interessante is, en dat is wat een van de dingen die ik nou binnen TomTom steeds uitleg, dat er een heel belangrijk verschil is tussen wat je doet, hoe je technisch ingeregeld hebt, en wat je zou kunnen doen.
Wat je doet, is in feite wat je afspreekt met de klant, en dat vertel je. Maar wat je zou kunnen doen, dat is het juridisch kader wat naar gekeken wordt door juristen als die van het CBP. Ja. En ik leg de engineers bij ons dus uit dat daar waar zij te maken hebben met natuurwetten, juristen vaak denken dat wij in staat zijn natuurwetten te overtreden. Okay. En daar lijkt het soms ook op. En dat is de reden waarom we ook heel scherp zijn op met name locatiegegevens. Dat als je er heel kritisch naar kijkt en als je maar genoeg hebt, dan kan je inderdaad wel weer iemand heridentificeren. Ja. Nou, dat hebben we ook onderkend en dat is de reden waarom, en dat hebben we ook aan het CBP verteld, en daar waren ze eigenlijk wel tevreden over, dat we die gegevens, dus de ruwe data, zelfs al is die anoniem, nooit aan anderen ter beschikking stellen. Die houden wij voor onszelf en daar maken we kaarten van, verkeersinformatie, maar bijvoorbeeld ook informatie over hoe snel, hoeveel tijd kost het nou echt om bijvoorbeeld vanuit allerlei plekken in de stad bij een ziekenhuis te komen. Want dat kunnen wij berekenen aan de hand van die gegevens die we hebben. Okay. Nou, ik ben enigszins gerustgesteld. Die data wordt benut om ook de verkeersstroom te helpen en dat soort dingen, geanonimiseerd. Ik kom straks nog even bij je terug om te vragen wat andere mensen nog allemaal verzamelen onderweg. Onder andere ook de politie en dat soort mensen. Ja. Maar eerst even de overchipkaart, want jij hebt het over privacy. Ja, natuurlijk, de overchipkaart is dan een fantastische oplossing daarvoor. Want nou ja, vroeger hè, dan ging je dan naar zo'n loket en daar zat dan een kerel en die zei, ik ga naar Amsterdam. Ik kreeg een kaartje. Dus die kerel die daar stond en die persoon achter je, die wist dan dat ik naar Amsterdam ging. En dan in de trein kwam er een conducteur langs en die zag ook dat ik naar Amsterdam ging. Nou, met over chipkaart, check-in, niemand weet waar ik naartoe ga. Hè? Maar goed, daar is het niet voor bedoeld natuurlijk. Waarom zijn we ooit begonnen aan die over chipkaart? Dat is een hele goede vraag. Misschien moet je dat innovatie noemen. Het is net als met geld. Tegenwoordig betaal je eigenlijk heel veel met je chipknip en je pinpas. En waarom zou dat ook niet kunnen met een papieren vervoerbewijs? Dat kun je ook digitaliseren. Hè? Dus je kunt op een gegeven ogenblik iets wat vroeger op papier was, wat je gebruikte om te laten zien van kijk, ik mag ergens heen of ik heb ergens voor betaald. Waarom zou je dat niet ook mogen digitaliseren? Zo kun je tegenwoordig ook naar de bioscoop. Dat heet een e-ticket. Of met het vliegtuig, ook een e-ticket. En eigenlijk heb je ook een e-ticket met de overchipkaart. Dan heb je een stukje plastic en daarin koper. En in de chip laat je eigenlijk je treinkaartje. Maar dan digitaal, dus virtueel. Ja, maar goed, als je ergens betaalt, is dat één plek. En als je met de overchipkaart ergens incheckt... Ja. En vervolgens weer ergens uitcheckt, dan kunnen ze dus ook zien van waar naar waar je gaat. Ja, dat zou kunnen, maar dan kom je eigenlijk bij wat TomTom ook vertelt. De techniek kan het misschien wel, maar als je het nou zo organiseert, en zo zit de overchipkaart toevallig wel in elkaar, dat je het anonimiseert, en zo is dat ook vormgegeven, dan check je dus in en uit met een overchipkaart, maar het enige wat een NS kan zien, is dat er wordt ingecheckt met iemand... door iemand met een bepaald nummer. En jullie hoorden Peter Olsthoorn net al zeggen... ja, zo'n IP-adres, is dat nou een stukje privacygevoelige informatie? Is dat nou zijn dat persoonsgegevens? En zo werkt het eigenlijk ook een beetje met de OV-chipkaart. Aan de buitenkant van de kaart staat een nummer, dat is je klantnummer. En aan de binnenkant van de kaart staat een totaal ander nummer. En NS kan in principe niet zien dat jij als klant... bijvoorbeeld je bent een student en je hebt recht op een studentenreisrecht... NS kan niet zien dat jij als student in- en uitcheckt, waar je in- en uitcheckt. Het enige wat NS ziet is nummer 1234567189. Dan ben ik toch benieuwd, Serge. Kun je me even aanzetten, Michiel? Ja. Dit is mijn OV-chipkaart. Hè. Dat kennen jullie allemaal wel, mijn OV-chipkaart. En dan kun je dus je eigen reizen kun je dus, terughalen. Ja. Dit ben ik. Ja. Dat vind ik wel interessant. Hè. Door waar ik in- en uitcheck kun je zien waar ik ben. Ik weet niet of je het kunt lezen daar, maar je kunt hier zien dat ik ben in 1 week tijd 3 keer naar een ander ziekenhuis geweest. En dat heb ik aan mijn werkgever destijds laten zien. Dan zult hij denken van, nou, dan denkt die werkgever, die jongen is ziek. Ja, als je naar zoveel verschillende ziekenhuizen gaat, dan is er wel iets mis met je. Nee, dat was een declaratie, want voor mijn werk moest ik daar zijn voor interviews. Kijk, nu geef ik als persoon dus de context voor deze data. Daar is het voor bedoeld. Maar als iemand anders dit ziet, dan denken ze, die gozer is ziek. Wie kan het nou nog meer zien, dit? Kijk, NS ziet dit niet. Wat je, je bent dus geen student. Laten we daarmee beginnen. Nee, NS kan het wel zien van zijn eigen klanten. Dus als je zegt, ik ben klant van NS. Hè, dat is een beetje hetzelfde als wat TomTom zegt. Op het ogenblik dat je ja zegt
tegen NS. Je mag het van mij gaan verzamelen. Of in ieder geval, ik wil klant zijn bij jou. Ik wil bij jou een NS-jaarabonnement hebben. Dan ben je klant van NS. Dan kunnen dit soort gegevens, dat is ook weer handig. Hè? Want dan kun je zien of er verkeerd is afgerekend. Of dan kun je zien, het biedt service, mm-hmm. laat ik het zo zeggen. Je mag ook zeggen, dat wil ik niet. En dan kun je dit soort opties uitzetten. Daarvoor ga je naar mijnns.nl en dan heb je van die vakjes die je. Maar staat dat standaard aan of standaard uit? Nou, de wet zegt dat je dit soort dingen standaard. Dus dat je het wel mag zien en dat iemand actie moet ondernemen. Dus dat heet opt-out, om dit soort dingen uit te zetten. Oh, dus als je dat niet wil. Dus als je zegt, ik ben klant van NS, dan staat dit standaard aan en dat kun je ook weer uitzetten. Ja. Nou, dat is nou ook wat. De politie. Hè? Dus als je het over privacy hebt. We moeten dat vind ik leuk dat je zegt, dat vind ik nou ook wat. Hè? Maar ik zei net al, in de wet hebben we daar met z'n allen afspraken over gemaakt. Ja. En waarom zou het ook wat zijn als het in de wet eigenlijk zo geregeld is? Het lijkt net alsof het raar is dat bedrijven dat doen. Nou, het is steeds van krijg je iets waar je om gevraagd hebt? Of moet je iets wat je niet wil uitzetten? Okay. Dat is het dilemma steeds. Ja. En daar zitten bedrijven ook mee. Hè? Dan kun je dus je afvragen als bedrijf. De wet zegt, zie de wet als een soort voetbalveld. De wet zegt, je mag binnen de lijnen van het veld spelen. En dan kun je als bedrijf zeggen, ja maar wacht even. Als onze klanten dat niet willen, als ze massaal bij ons vandaan lopen. En dat is in het geval van een NS wat lastiger dan bij een... Ja, tuurlijk, hè, ik hoor dat al zeggen. De NS is natuurlijk een monopolist. Maar... als de klanten massaal bij ons weglopen, of als er zoveel discussie over ontstaat in de media, dat je enorm veel tegenwind krijgt als bedrijf, dan raak je reputatie beschadigd. Nou, als bedrijven iets erg vinden, dan is het wel reputatiebeschadiging. Ja. En dan zullen ze dit soort dingen ook aanpassen. Dus in die zin kun je natuurlijk je macht als consument ook best wel laten gelden. Maar ook de NS was dus in mei door het CBP op de vingers getikt. Ja, interessant, omdat ze dus ook zelfs bij de anonieme kaarten dus e-mailadressen verzamelde van mensen, om ze toch een reclame te sturen, dat soort dingen. Dan kom je dus bij de vraag, Simon zei het net ook al, zijn die anonieme gegevens, echt als je die gegevens ziet, dan kun je geen touw aan vastknopen. Je kunt echt niet zien wie het is. Er staat niet, Chris is ingecheckt op, dat kan NS niet zien. En ook niet waar, als je geen klant bent bij NS, is die data onbekend. Ja. Dan ziet NS natuurlijk wel die, noem het maar, procesinformatie, heel anoniem. En dan kun je daarover soebatten of dat nou privacygevoelig is of niet. En wat je moet doen als bedrijf is daar natuurlijk, ook al is het anoniem, je bent er heel zuinig op. Je geeft het niet aan de politie zomaar, je houdt het bij je. Het is jouw klantinformatie, dit is waarmee je klant op een nette manier moet bedienen. Ja. Dat klantvertrouwen wil je niet schaden. En in die zin ben je op die anonieme informatie heel zuinig. Maar zijn het nou persoonsgegevens? Ja. Is dit nou waar het CBP heel erg moeilijk over moet doen? Ze deden heel erg moeilijk. Nou, ze deden heel erg moeilijk. Laat ik het anders even omkeren. Hè? Ik wil ook niet blijven doorzeuren dat alles anoniem moet blijven. Ik wil wel even iets op aanvullen, want inderdaad, het CBP heeft daar een vrij strikte interpretatie van de wet. Ja. Die niet ook overal elders in de wereld gedeeld wordt, ook in andere landen van Europa die dezelfde wetgeving hanteren. En dat levert dus een probleem op, ook weer als je internationaal opereert en concurrentie hebt van bedrijven uit Amerika die wet wel kennen, maar eigenlijk liever helemaal niet hanteren en waar die wet vervolgens niet gehandhaafd wordt. Okay. Dus er zit in die zin meer aan vast dan even, het is maar een interpretatie. Er hangen grote belangen aan. Dat is eigenlijk wat ik maar wil zeggen. Nou, dan wil ik toch even de meningen hier peilen, want het CBP, we hebben het al een paar keer genoemd, hè, die controleert dit soort bedrijven over van, doen die nou goed of niet? Wie vindt er nou dat het CBP eigenlijk te ver gaat en wie vindt dat het CBP niet ver genoeg gaat? In dit soort gevallen bij deze heren. Wie vindt dat het CBP niet ver genoeg gaat? Ja, Miek natuurlijk. Wie vindt dat het CBP eigenlijk te ver gaat? Een beetje een zeikend is ook, ja? Enkele handen. Dus de meeste mensen weten het niet. Misschien doet het CBP er gewoon ook helemaal niet toe. Dat kan ook natuurlijk. Nou ja, misschien moet je de vergelijking als volgt maken. Hè? Ik heb het CBP heel hoog in het vaandel zitten. Even voor de goede orde, alles wat ik zeg. Ik ben geen NS meer, hè? Dus het is persoonlijke titel. Maar toch. Ik zei net al, die wet is een voetbalveld. En wat het CBP enorm doet, en dat is jammer... Want daarmee krijg je heel veel discussie. Wat het CBP zegt eigenlijk is, het voetbalveld is net zo groot als de middencirkel, of liever gezegd de middenstip. En wat voor bedrijven natuurlijk enorm belangrijk is, is om de volle breedte van het speelveld te kunnen benutten, om te kunnen ondernemen in het digitale tijdperk. En dan het af laten hangen van, wat wil de klant? En daar moet je eigenlijk de dialoog over aangaan. In die zin vind ik de actie van Miek Wijnberg, ja, de Belastingdienst is geen bedrijf, maar even goed, vraag een ander btw-nummer.
Zeg tegen NS, dit wil ik niet. Of tegen welk andere informatieverwerker. Tuurlijk, ga die dialoog aan. Ga het gesprek aan. En doe normaal over privacy. Hè? Ja. Dat is denk ik wel heel belangrijk. Ja. En dan moet zo'n bedrijf ook zo volwassen zijn. En noem het digitale duurzaamheid. Om daar op een hele nette, verantwoordelijke, transparante, evenwichtige manier mee om te gaan. Ja. Ja. We hebben het nu over reclame gehad. Hè? We hebben het al lang genoeg over. Even naar de veiligheid. Je kunt natuurlijk ook omkeren. Hè? En dan bedoel ik niet dat de politie alles maar in de gaten moet houden. Maar stel, er gebeurt echt iets. Op de weg of in de trein. Waarvan we denken van dan vinden we het eigenlijk wel goed dat de politie dat ziet. Hè. Ze hebben ook artikel 2, wetvordering gegevens, als er verdachten zijn, moet die data op te vragen zijn. Kan dat bij jullie? Hebben ze iets aan dat TomTom-kastje? Of moeten ze zich dan toch wel echt beroepen op allerlei andere middelen die we onderweg tegenkomen? Nou, zo'n TomTom-kastje, als ze dat in bezit hebben, kan er natuurlijk forensisch onderzocht worden. Ja, dan kun je nog wel terug traceren waar de moordenaar van Marianne Vaast is geweest. Dat ligt eraan, maar als je op internet zoekt, er is forensische software te koop die tomtommetjes kan analyseren. Okay. Hebben wij overigens niet aan meegewerkt, dus ik weet niet wat de bewijskracht daarvan is, maar die software, en die wordt ook gebruikt. Ja, dat kan, maar dat is niet anders dan met een mobiele telefoon of een kluis die geopend wordt of ander sporenonderzoek ter plekke. Maar, dus dat gebeurt. En wat is er nog meer langs de weg waarmee ze dat kunnen? Dus los van de TomToms? Nou, de belangrijkste bron is gewoon de verplaatsingsinformatie van mobiele telefoons natuurlijk. Ja, daar wordt naar gekeken, wie waar. Nou, dat is een makkelijk ingeregeld proces. En dankzij de wetgeving dataretentie is vrij goed vast te stellen wie hier vanavond geweest is als dat nodig is. De wetgeving dataretentie, wie kent dat? Ja? Wie kent hem niet? Kijk, nou, dat zijn van die dingen, dat moet u echt weten. Want iedere keer als u belt, internet en dat soort dingen, dan wordt dus, wat is het inmiddels, 18 maanden opgeslagen. Voor het geval er wat aan de hand is, kunnen ze dat terugzoeken. Met wie u belt, wanneer het gesprek gestart is, wanneer het gestopt is. En ook de mastgegevens, bij welke mast u op dat moment uw telefoontje aangemeld was. Ja. En dat gebeurt dus bij elk gesprek. Maar het gebeurt ook voor elke datasessie. En uw telefoon doet dat vaak ongemerkt. En effectief betekent dat als u uw telefoon aan heeft en de dataverbinding is actief, dat u gewoon een spoor achterlaat. Dat is gewoon parlementair goedgekeurd in Europa. Dus dat gebeurt. Er is ook een Duitse journalist. Die heeft de informatie over zichzelf op weten te vragen. Heeft het op een kaartje gezet. En dat geeft een heel mooi beeld van zijn levensloop. Ja. Goed, tot slot even de OV-chipkaart. Je ziet hier mijn OV-chipkaart. Ik heb hem gekocht bij de NS. En ik reis bij een lokale vervoerder. En ik zit bijvoorbeeld in de metro van Rotterdam. En daar gebeurt iets verschrikkelijks. Een aanslag, een moord of weet ik het wat. En het geld wordt verrekend bij TransLink Systems. Ergens in Amersfoort zitten die mensen, geloof ik. Een grote database. Ja. Stel, er gebeurt echt iets ernstigs. Waar moet de politie dan zijn? In Amersfoort, bij TransLink Systems, bij de lokale vervoerder of bij de NS? Ja. Nou ja, hier zie je dus het, die anonimiteit waar we het net over hadden. Het is dus anoniem georganiseerd. Dat betekent dat als de politie aanklopt bij NS... NS die informatie niet kan geven, want die hebben ze niet. He, als je bij je zei net, ik zit bij een Rotterdamse vervoerder in de metro. Bijvoorbeeld. Ja. Dat weet NS dus niet, want je zit bij RET, want dat is die Rotterdamse vervoerder, zit je in de metro. Stel voor dat je wel in- en uitcheckt bij het station, dan is daar dus die anonieme data. Alleen de politie kan niks met die anonieme data, want het is anoniem. En daarom zullen ze iedereen moeten bevragen, zoals dat dan heet. Ik vind dat een beetje een raar woord, bevragen. Oh, ja. Maar dan zullen ze dus en bij TLS moeten gaan, naar TLS moeten gaan, en naar de RET moeten gaan, en naar NS moeten gaan, en al die data opvragen, waarbij zo'n organisatie, zo'n bedrijf, nagaat van, is dit eigenlijk wel een, moeten we hier wel aan meewerken? Want we gaan onze klantinformatie niet zomaar weggeven. Maar als dat een vordering is, dan ben je wel daartoe verplicht. Nou, dat was onder andere mijn werk. Dan ga je dus checken, is dit een rechtmatige vordering? Is dit een goede vordering? Is dit zo specifiek dat we niet hier de hele wereld weggeven? Doe mij even iedereen die is in- en uitgecheckt op stations Utrecht Centraal tussen 6 uur en 8 uur op 21 september. Dat kan dus niet. Kijk, technisch kan het wel. Maar het is anoniem. En tegelijkertijd vindt er zo'n check-up plaats. En ja, hallo, dit gaan we jullie niet geven. Want dit is natuurlijk wel een enorme phishing expedition. En dat mogen jullie helemaal niet. Jullie zijn niet bevoegd. Okay. En dan zeggen we nee. Okay. Of dan zeggen ze nee. Ja. Goed. Hey, ik wil dit itemtje even afronden. Kom zo even bij jullie hoor. Tot slot nog een persoonlijke vraag. Heb je een saxofoon bij je? Ja. Ja. Kom straks even spelen met de band. Ja, ja. Ah, geweldig. Ze gaat straks even meespelen met de band. Ja. Goed, dames en heren, hartelijk dank. Goed. Simon Ania, Sergio Katers. Hey. Okay.
Ja, u stond weer te popelen, zag ik. Doen we nog even een rondje of gaan we meteen door? Dat kan ook. Ik vind het leuk als de mensen hier staan, dan kunnen jullie nog een beetje zien. Vragen, opmerkingen, theorieën? Ja, komt u er maar even bij. Ja, even een applaus voor deze reactie, toch? Tadaa! Sta je dan, hè? De discussie volgend zou ik eigenlijk drie fundamentele issues willen aanwijzen. Dat is allereerst, denk ik, en de meneer van Tom, die wist dat goed te verwoorden. Er is geen handhavende wetgever. Nee. Het internet, door de openheid, kan de Europese Unie allerlei cookiewetgevingen voorstellen, maar het zegt niets. Want het grootste gedeelte van het internet is buiten de Europese space. Ja. Dus met andere woorden, allerlei wetgeving hebben totaal geen zin als er geen wetgevende of een handhaver van die wetgeving is. Ja. Nou, dat is een fundamenteel probleem van het internet. Ja, klopt. Het tweede onderwerp wat ik een beetje mis in de discussie, en de meneer van de OV-chipkaart, die doet het eigenlijk geweld aan. Wat de overheid doet is ze veranderen een mechanisme. Mm-hmm. Ze maken het elektronisch. En hij zegt, je kan het uitzetten. Ja. Maar de gemiddelde burger snapt er helemaal niets van. Nee. En het gevolg van is dat eigenlijk NS op een soort oneerbare manier een mechanisme heeft veranderd voor de gemiddelde burger, zonder dat de burger daar ook maar iets aan kan doen of iets van snapt. We hebben geen keuze, bedoeld. Precies. Ja. En dat er nog eentje zijn. En het derde fundamentele probleem is een heel algemeen probleem. Heeft u op straat wel eens iemand rond te horen roepen... ik heb vandaag... Roep maar wat. Ja. Op het internet doet iedereen dat. Ja, dat is maf, hè? En dat heeft iets te maken met het feit dat het internet is een reflectie van de maatschappij. En in de normale maatschappij weten we ons te gedragen, weten we wat de effecten van onze gedragingen zijn en de consequenties daarvan vastzitten. Ja. Op het internet snappen we dat niet. Nee, dat klopt. Als je die drie bij elkaar optelt, zijn we alles kwijt. Dan kan je een ongelooflijk schrikbarende scenario's bedenken. Ja. Die op dit moment nu al plaatsvinden. Mensen in landen die alleen maar bezig zijn om informatie over mensen te vergaren en er misbruik van te maken. Ja. En we doen er niets aan. Nee. Nou, helemaal met u eens. Hartelijk dank. Even een applaus. Want, dames en heren, vooralsnog gaat het redelijk goed, denkt u dan. Hè? Ja, af en toe wat vervelende reclames en, nou ja, en er gebeurt wat, gaat de politie kijken, al dat soort dingen. En nou ja, dat zijn Nederlandse aanbieders, die kunnen een beetje... Maar soms gaat het ook behoorlijk fout. Hè, dan wordt onze identiteit gestolen, wordt de boel gehackt. Het kan van alles misgaan. De kranten staan er vol mee, maar we dachten, laten we anders een Nederlandse Uber-hacker hier uitnodigen. Die komt er iedere maand. De kraak van de maand. Wat is er nu weer gehackt? Wat voor persoonlijke data liggen er nu weer op straat? Ik weet zelf ook niet wat er deze maand gehackt is. Maar dat wordt mooi samengevat door onze volgende gast. Hij is namelijk internetjournalist bij Webwereld. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Brenno de Winter. Hey. Je iPhone is kapot. Ja, een beetje. Dat is een beetje ja, gevallen. Ik blijf onhandig, hè? Oké. Okay. Ja. Goed, Brenno. Ja, iedere maand ben je hier met de kraak van de maand. Ja. Je bent heel vaak in het nieuws. Bij de DigiNotar-lek heeft u allemaal kunnen zien. Bij OV-chipkaarten die werden gehackt. Jarenlang. Soms wordt het je ook verschrikkelijk moeilijk gemaakt. Hè? Dan gaat de overheid jou echt een beetje narren inderdaad. Ja. Dus alle respect dat je het nog steeds blijft doen. En. Wat is de afgelopen maand? Nou ja, dat was natuurlijk afgelopen week het grote verhaal dat overal vragen ze om je legitimatiebewijs. Of je nou naar een overheidsgebouw gaat of een nieuwe simkaart nodig hebt, een aangetekende brief moet ophalen. Nou, en wat mag ik een kopietje van die paspoort? Ja, nou, en ik heb daar dus op een hackersconferentie een Duits lichtbeeldausweis meegenomen en dat wordt gewoon overal geaccepteerd. Er had onder kunnen staan de burgemeester van Dukstad en dan hadden ze het waarschijnlijk ook nog allemaal aangenomen. Je hebt een Duits identiteitsbewijs, nou, en die is nep. Ja, maar het is niet bestaand inderdaad. Het is een totaal niet bestaand legitimatiebewijs. Ja, en het bizarre is ook als het op de man af wordt gevraagd, hè, van ja, maar Duitse legitimatiebewijs zijn toch groot en groen? En ik zeg, ja, dat klopt. Dan nog nemen ze dat als waar aan. Dus men weet niet waar men naar moet kijken. Nou, dat
was vorige week heel erg in het nieuws. Maar toen gebeurde er wat raars. Het was ouder. Dus ik ging naar de Tweede Kamer toe. En de eerste dag wilden ze 2 keer mijn koffer controleren. 1 keer toen ze me al door hadden gelaten. En ik stond te praten met minister Opstelten. Werd de beveiliging een beetje nerveus. Maar de tweede dag herkenden ze mijn echte legitimatiebewijs niet. Dus in de Tweede Kamer weten we niet meer waar we naar moeten kijken als we een identiteitsbewijs vragen. Nou, die scène die duurt 35 minuten. En ik heb gevraagd aan jou van, goh, mag ik een filmpje van 35 minuten laten zien? Toen zei je nee. Dus ik heb een seconde of 32 samengevat. Oh, dat heeft Michiel? Ja. Oké, dat is wel leuk om even te kijken. Hoe gaat dat? Weet je, waar was je toen? Ik was toen in de Tweede Kamer gewoon voor, in de Tweede Kamer. Ja, op bezoek. En met een echt legitimatiebewijs. En dat is best ingewikkeld. Oh, dit is een verborgen camera, zie ik. Je hebt hem om die arm of zo. Nee, hij gaat hier nu gewoon de scanner in. Maar oh, dit ben jij, ja. Goeiedag. Kom op een pestdag, pas Brennan. Ja, pak er het boekje maar eens bij, van god, zou die echt zijn? Ja, nogmaals een keertje goed kijken. Collegaatje erbij. Dus een beetje bellen, 2 gingen er bellen. Uiteindelijk gingen 6 mensen zich hiermee bemoeien. Bekend zijn, dus vandaar dat ik jou even belt. Nou, het grote probleem eigenlijk was dat er meer echtheidskenmerken op zaten dan er in zijn boekje stonden. En uiteindelijk hebben ze het... Je was te echt. Uiteindelijk hebben ze het maar zo opgelost dat ze me binnen hebben gelaten zonder een oordeel te geven over mijn identiteitsbewijs. Dus men weet het gewoon niet meer. Dus wij moeten overal braaf op de foto en helemaal correct aan regeltjes voldoen. En eigenlijk zijn die mensen helemaal niet opgeleid om daar fatsoenlijk mee om te gaan. Maar ook gewoon heel, heel braaf, weet je wel, dan kom je bij voor je aangetekende brief. En dan gaat iemand heel braaf dat nummertje zitten overschrijven. En het is allemaal, het is heel lief allemaal, maar het toont gewoon aan dat identiteitsdiefstal wel heel erg makkelijk is in dit land. Ja, en dat is ook weer zo'n privacyprobleem. We hebben meer maatregelen, maar de gewone mensen die niks doen, hebben daar vooral heel veel last van. Ja. Maar wil je kwaad, dan kan het altijd nog. Nou ja, en het vervelende is van, waar haal je die data desnoods nog vandaan? Er komen gewoon bijna elke dag wel bij mij datalekken langs. En dat betekent dus dat Hex laat zien van kijk, dit heb ik gevonden. En heel veel zijn relatief overzichtelijk. Hè? Een paar duizend persoonsgegevens per keer. Ja. Dat is eigenlijk al niet meer nieuwswaardig. Zover zijn we dus al in Nederland. Ja, vorig jaar bij Lektober, dat was echt iedere dag was het prijs. Ja, nou, dat was Renault, ja. Nou, ik geloof dat ik meer dan 20 miljoen persoonsgegevens in een jaar tijd heb zien langskomen. Dus het is gewoon echt heel structureel. Nou, pak die gegevens, knal ze op een lichtbeeld Ausweis en iedereen gelooft je in dit land. Dus dit is wel vrij problematisch. En je kunt daar dus identiteit van mensen mee overnemen. Maar ik zou ook bijvoorbeeld bij het plegen van een wel kwaad bedoelde aanslag, maakt dit het leven wel heel makkelijk. Dus kun je de mijne nemen en dan doen alsof ik het doe. Ja, maar goed, dit is maar gedeeltelijk technisch, hè, want je kunt heel eenvoudig zo'n kaartje maken, maar dat is niet echt technisch. Ik dacht van laat ik nou voor de eerste keer eens gewoon niks heel spannends doen, maar een heel simpele hack. Je hebt er nog één? Ja, ik had het volgende bedacht. Laat ik nou eens gewoon mijn computer, de internetverbinding op mijn computer delen en dan noem ik dat KPN. Want de gemiddelde telefoon hier gaat automatisch, sluit zich aan op KPN. En om te beginnen, jouw iPhone sluit zich netjes aan. Kijk, als je eventjes kijkt gewoon naar jouw iPhone, hè, dan... Dat heb ik niet gerepeteerd hoor, dus ik weet niet wat je eruit gaat halen. Maar... Nee, maar als je dan gewoon kijkt, dan ben je gewoon heel netjes aangesloten op KPN. Terwijl hier dus netjes van TikTok gewoon een hele mooie eigen internetverbinding is. Nou, Huip... Dat ben jij, geloof ik, als ik dat een beetje goed heb uitgemeten. Sloot zich netjes aan, dus ik zie al zijn verkeer. Heb je daar? Ja, nu. Ja, maar ondertussen zag ik wel al je verkeer langskomen. Je ziet ook wat ze twitteren. Nou, als je wilt, dan zou je dat kunnen zien. Ik ben heel braaf geweest. Ik hoop dat je me daarop gelooft. Wie is hier Ted? Nee, ik heb niet bij KPN. Hij doet alsof die KPN is, maar dat is die helemaal niet. Nee. Ik heb dus een hotspot gemaakt, dat heet KPN. En elke telefoon hier die ooit een keer bij KPN zich heeft aangemeld, meldt zich automatisch bij mij aan. En ik zie al het verkeer langskomen. Is best leuk. Maar wie is nou Ted? Wie is Ted?
Ted, die meneer van daarnet. Ja, want Ted, nee, maar Ted is een hele trouwe Apple-klant. Want die heeft en een iPad en een iPhone bij zich. Klopt dat? Nou, ik vind dat een applausje waard, hoor. En dat komt gewoon vrolijk langs. Nou, we hebben een Windows Phone, ik zag een BlackBerry langskomen. Een medewerker van Logica die even zijn mail ging ophalen. Wie heeft er hier trouwens een e-mailaccount bij e-mail.cz? Dat kwam wat Tsjechisch over. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Heb jij een microfoon dat die mevrouw ook even... Oh, ja, sorry. Sorry. Als je nou gewoon de wifi van TikTok hebt gebruikt, dan val je hier buiten, toch? Ja, nee, ik zou zeggen ja. Gelukkig. TikTok is privacy-proof. Voor dit gedeelte wel. Nee, voor dit gedeelte wel. En anders zou ik zeggen, kom gerust volgende maand nog een keer. Maar voor deze maand bent u inderdaad veilig. Maar het vervelende is natuurlijk, want ik doe er heel grappig over. Maar het vervelende is dat geen van de mensen hier in de zaal doorheeft dat zijn telefoon zich aanmeldt, geautomatiseerd. Het lijkt allemaal heel natuurlijk. En ondertussen komt dus wel al het dataverkeer langs. En als je kwaad zou willen, ik heb een paar dingen van waar mensen naartoe hebben. En mensen hebben bijvoorbeeld toch zich een beetje verveeld. En dan gaan ze op buienradar zitten kijken. Sorry. Of de Evernote zitten lezen. En er is zelfs iemand die heeft Spotify opgestart. Dus die is gewoon andere muziek gaan luisteren. Dus dat soort dingen bij elkaar. Maar dat zijn jullie, dat is de band of zo. Nou. Wordt er nog een beetje getwitterd? Kun je dat ook zien? Nou, er werd best wel aardig getwitterd. Gelukkig. Maar nogmaals, verder heb ik niet naar inhoud gekeken. Want ik wou het een beetje netjes houden voor zo'n eerste keer. En anders durft volgende maand niemand meer te komen. En daar was ik een beetje bang voor eigenlijk. Oké, ja, ik hoop wel dat u volgende maand er ook weer bent. En Brenno, jij in ieder geval met de kraak van de maand. Nou, tot volgende maand. Brenno de Winter. Ja, het is geweldig. Hij was ook niet voor niets vorig jaar verkozen tot journalist van het jaar. Echt, als u het nazoekt, hij heeft ontzettend veel lekken zichtbaar gemaakt. En ja, daardoor zelf eigenlijk ook helemaal geen privacy meer. Dat is een beetje het trieste natuurlijk. Goed, wordt er nog een beetje getwitterd? Jawel. Michiel, kun je hem even op de mijnen zetten? Nou, hier zien we... Lol, Brenno wordt niet toegelaten bij de Tweede Kamer met correcte legitimatie. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Mensen gebruiken ook de hashtag TTPrivacy. En dat doet de kraak van de maand. Het is geen handhavende macht, hè? Dat was wat u net zei. Met de overchip weet niemand waar je naartoe gaat. Nou, dat moeten we nog even zien. Ah, de digivaardig, digibewust is er ook bij. Nou, kortom, we gaan straks nog even kijken. De leukste halen we er nog even uit. En wie het meeste twittert, die krijgt ook een exemplaar van de macht van Facebook. Goed, Brenno zei het net al, identiteitsdiefstal. En als we nou even het hele rijtje privacy-ellende afgaan... is dat wel een van de meest ernstige dingen. Want, kijk, vervelende reclames of dat je een keer door de politie bevraagd wordt... omdat er een foutje in het systeem... Oké. En dan een gênant filmpje op het internet. Nou ja, ik denk dat we naar een tijd toe gaan waarin je toch wel een loser bent... als je geen gênante foto op het internet hebt. En dan pas ben je belangrijk. Maar het gaat pas echt goed fout als je een verkeerd profiel hebt. Dat er ergens in het systeem een foutje zit waardoor je verdacht bent. En je komt er maar niet uit... Fout profiel en identiteitsdiefstal, dat iemand zich voordoet als u, dingen gaat kopen, aanslagen gaat plegen. Dus dat is het laatste blokje waar we het hier over gaan hebben bij TikTok Late Night. Dus, dames en heren, mag ik van u een hartelijk applaus voor Dimitri Tokmetsis en Maria Genova. Welkom. Hallo. Hey. Kom even hier staan. Een beetje zo tussen jullie in, dat is wel gezellig. Oh, je hebt al je spullen meegenomen. Nou. Ga je iets voorlezen? Nee, toch? Nee, ik kan niet. Oh, oké. Okay. Goed. Dimitri, laat ik even bij jou beginnen. Mm-hmm. De digitale schaduw. Ik kan het u echt allemaal aanraden. Het is niet zo dik, het is vlot geschreven, maar het staat bol van voorbeelden waarbij Dimitri er eigenlijk vanuit gaat van het is niet zozeer... We kijken heel erg naar wie verzamelt wat voor data. Veel belangrijker is... Wat gebeurt daarmee? He, welk profiel bouw je op? Verzekeraars, criminaliteitsbestrijders, allerlei dingen. Interessante voorbeelden waarbij het ook heel goed mis kan gaan. Daar wil ik het zo meteen met je over hebben. Maria,
Ja, je hebt een heleboel boeken op je naam staan. Ik zal er even een paar voorlezen. Vrouwen die mannen geloven. Communisme, seks en leugens. Burgslangen, dat gaat over stalkers. Vrouwen te koop, dat is allebei een vervolg op. Man is stoer, vrouw is hoer. Gaat over vrouwenhandel, al dat soort dingen. Echt heavy stuff. Maar je doet ook wat luchtigere boeken. Ik las bijvoorbeeld Spookje Knetterkontje. Een kinderboek over goed gedrag, over waar je scheten mag laten. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Maar goed, daarom ben je niet hier. Je bent hier vooral voor een boek waar je nog mee bezig bent. En dat gaat dus over identiteitsfraude. Ja. Allerlei ellende die mensen overkomt. En je doet heel veel interviews met slachtoffers. Ja. Hoe ver ben je nu in je boek? Ja, ik heb ontzettend veel informatie. En nu is het een kwestie van wat vind ik belangrijk en wat vind ik minder belangrijk. En ja, ik heb net in de pauze iemand laten lezen en die was behoorlijk geschokt. Het was een advocaat die ging over privacy en dat soort dingen. Dus dat is dit is wat je hierbij... Je hebt al een paar schetsen van je boek bij, hè? Ja, ik heb wel wat kleine dingetjes, ja. En wat hij zelf heeft gelezen is hoe gemakkelijk banken bijvoorbeeld onze gegevens weggeven aan mensen die zich voordoen als collega van een andere afdeling van de bank bijvoorbeeld. En ik kwam thuis bij zo iemand en hij liet me een stuk of 10 van die dikke ordners met allemaal faxen van wie wat wil weten van hem. Allemaal informatie die ze niet mogen hebben. Okay. En dat was echt heel shocking dat je ziet dat zelfs die landsadvocaat dat soort dingen afvraagt. Okay, en het ministerie van Vrom die zegt van ja, we hebben het geprobeerd met onze eigen mensen te komen. Iemand in Tilburg heeft grond verkocht aan de gemeente. Die grond was verontreinigd en die man is met de Noorderton vertrokken. Wij willen dat je hem vindt en onze eigen rechercheurs konden hem niet vinden. Wij willen van jou zijn bankrekeningen, de Saudi, zijn auto's, de kentekens. En die man levert dat soort dingen binnen een paar uur. Dus die man heeft als beroep dat hij dingen uitzoekt voor de overheid die de overheid zelf niet mag doen? Precies. Ja. En dat heb je opgeschreven? En dat is, ja, dat heb ik opgeschreven. Dat is jarenlang goed gegaan. Uiteindelijk is hij opgepakt. Hij heeft in 6 maanden gezeten. Maar wat grappig is, hij heeft zijn straf uitgezeten, maar al zijn opdrachtgevers treft geen blaam. En hij zegt, ik heb geprobeerd om ze ook voor de rechter te dagen, want zij wisten precies hoe ik aan die informatie kwam. Ja. Maar uiteindelijk is niemand, helemaal niemand veroordeeld. Want stel je voor wat een maatschappelijke onrust zou ontstaan als ze weten hoe gemakkelijk al die instanties zijn. Ja. En dan gaat het ook over bouwfondsen, over allemaal verzekeren, dat is een hele grote namen. Over alle mogelijke banken. Ik heb echt alle namen voorbij zien komen, van Rabo tot ABN, Euro, ING. Alles, gewoon echt faxen. Hij gaat alles bewaard. En ja... Onvoorstelbaar. Dat is wel heftig, want ja. Je vorige boeken gaven al de nodige reuring. Als dit straks uitkomt, ook. Wanneer? Kun je een beetje inschatting geven? Ja, dat vind ik altijd lastig, maar ik probeer het nu af te maken. Het hangt een beetje van de uitgever af, wanneer hij ruimte geeft natuurlijk. Ja. Ja. Oké, okay, nou, we zien daarnaar uit. Ja, ik hoop, sowieso volgend jaar hoop ik. Ja, dan ben je weer natuurlijk. Ja, we willen even weten wat erin staat. Ja. Maar goed, er zijn nog heel veel boeken over privacy. En nogmaals, ik vond dit een heel treffend boek. Ja. Interessant. Heb jij hem al? Ik ben bijna bij het einde. Wat ik zelf bijvoorbeeld een schokkend voorbeeld vond in dit boek, is iemand wordt aangehouden bij de Amerikaanse douane, want je moet aankruisen van gebruiken drugs, gebruiken alcohol, dat soort dingen. En die man kruist, nee, ik gebruik geen drugs. En ze googelen hem en zien dat je ooit een onderzoek heeft gedaan naar drugs en dat je ook LCD heeft gebruikt. En dan denk ik, jeetje, in Nederland... 60. In de jaren 60 ook nog. En ik denk, ik kom ook best vaak in Amerika, want mijn moeder woont daar. En ik kruis ook elke keer braaf nee, maar ik heb wel een paar jointjes gerookt. Om ooit nieuwsgierigheid hoor, ik ben geen drugsgebruiker. Nee. Maar als ik een... En ja, nu staat het eerlijk, op YouTube, hè? Eerlijk. Nee, ik zeg dat het niet is. Maar als ik een blog schrijf op internet over mijn komische ervaring met drugsgebruik, want dat was vrij komisch trouwens, want ik wilde heel graag gay worden en dat werd het niks. Nee. Maar goed, maar die Amerikaanse douane kan dat straks googlen, zien, ze heeft verkeerde informatie aangekregen, ja. Ze heeft toch wel eens drugs gebruikt. Nou, terug naar Nederland. Ja, maar is dat zo, Dimitri? Want jij bent zelf regelmatig in Amerika. Ja. Kom je dat soort dingen tegen? Nou, ik heb nooit problemen gehad. Dus ik ben altijd heel soepel de grens overgekomen. Maar dat komt misschien ook omdat mijn zoon is in Amerika geboren. Dat scheelt? Dat scheelt, denk ik, want hij heeft een Amerikaans paspoort. En iedere keer als ze Amerika binnenkomen, leggen ze zijn paspoort bovenop.
lopen voorbij de rij met toeristen die 2 uur duurt ongeveer. Oh. En lopen zo naar de rij met de citizens en dan zijn we binnen een kwartiertje zijn we er doorheen. Okay, ja, daarom heet het land het ook Us in plaats van Den. Die man uit jouw boek, die mocht Amerika niet meer in voor een bepaalde tijd. Nee, heeft gelogen. Oké, je bent al dat soort gevallen op het spoor gekomen. Nee. Je hebt gewoon pech dat je een fout profiel hebt. Ergens in de databases wordt een match gemaakt. Je bent een risico en je komt er niet in. Je wordt belaagd, je moet meer geld betalen. Al dat soort ellende, je weet niet waar het van komt. Als je al die voorbeelden door... Wat vond je nog het meest schrijnende? Ik vind dit al echt een heel schrijnend voorbeeld. Maar het meest massaal dat je zegt van ja, daar hebben we eigenlijk allemaal wel mee te maken. Maar u wist het niet. Ik denk hoe weinig we onszelf ervan bewust zijn hoe er met onze gegevens omgegaan wordt. Hè. We hebben het vanavond ook continu over wat er bewaard wordt van ons. Nou, reken maar dat bijna alles wordt bewaard tegenwoordig. En ik denk dat het een ontwikkeling is die ook niet tegenhoudt. We leven in een informatiemaatschappij, alles raakt gedigitaliseerd en alles wat digitaal is wordt gewoon opgeslagen en gebruikt. Dat is niet per se slecht, want het leidt ook tot een betere service. Het leidt ertoe dat je gratis kan googlen, dat je gratis kan Facebooken. Hè. We zijn ook te goedkoop om te betalen voor dingen. Internet wordt op die manier gewoon grotendeels bekostigd met jouw data. Ja. Het nadeel daarvan is dat alles wordt opgeslagen. En inderdaad, zoals de spreker eerder al zei, die data worden ook gebruikt. Die worden onderzocht. Creditcardmaatschappijen die hebben fantastische data over jouw koopgedrag bijvoorbeeld. Maar daar laten ze psychologen op los om te kijken wat voor soort mens jij bent. Ben je een impulsieve koper of juist geen impulsieve koper? En dat soort gegevens verkopen ze door aan andere bedrijven. Want sommige bedrijven zullen best wel geïnteresseerd zijn in te weten dat jij een impulsiever koper bent. Ja, een interessant voorbeeld vond ik Experian. Nou, heeft u waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Die heeft van 1 miljard mensen op deze aarde allerlei gedragingen, allerlei bestedingen gekoppeld aan de postcode. En dat is dan ook een beetje om te kijken van wat soort klanten zitten wij. Adresniveau. Echt adresniveau? Ja. Oké. En wat voor soort gegevens hebben zij dan over mij? Ik woon op de... Van alles wat in de openbare register staat. Dus kadaster, kamerverkoophandel, faillissementen, schuldsaneringen, dat soort dingen. Schuldsaneringen kan iedereen bij trouwens. Ja? Mijn laptop staat daar. Als een van jullie afgelopen jaren in de schuldsanering heeft gezeten, dan sta je op mijn laptop in ieder geval, met name, toename, et cetera. Want ik heb ooit eens een keer dat databestand opgevraagd bij de Raad voor de Rechtspraak. En dat krijg je gewoon. Met geboortedata en alles erbij. Het is openbare informatie. Oké. En over Experian, heb je geprobeerd om ooit je eigen gegevens op te vragen bij Experian? Nee, ik heb wel bij Facebook gedaan, maar bij Experian zou ik dat ook wel willen doen. Je hebt het gedaan. Ik heb het ongeveer 2 weken geleden gedaan. Overigens aan te raden, het is gewoon gratis. Dus Experian.nl googelen, je gegevens opvragen. Nou, je staat er versteld, want dat kan. Ze sturen het binnen, ik weet niet, 1 week of zoiets op. Dan zie je hoeveel ze over je weten. Is echt shocking. Nou, ik ben op zich een hele brave burger. Als je schuldig hebt, dan heb je helemaal een probleem volgens mij. Maar ik heb nooit schulden gehad. Nee. Tenminste, ooit al, heel lang geleden. En komt die af uit de maal. Nee, maar goed. Dus als je hele brave burger, zoals ik ben, weet je wat je dan te weten komt? Wie jouw gegevens heeft opgevraagd? In mijn geval Vodafone en T-Mobile. Wilden ze mijn financiële positie weten? Ja, welk kredietwaardig bent, dat soort dingen. En toen vroeg ik aan Experian, gisteren toevallig, van mogen jullie al die gegevens verstrekken aan Jan en allemaal zonder mij dat te laten weten? En dat mailtje had ik om 4 uur 's nachts gestuurd en gezegd dat ik het antwoord misschien publiceer omdat ik journalist ben. Vandaag had ik die persvoorlichter aan de lijn. Ze wilden het niet schriftelijk opsturen, blijkbaar. Dus dat was wel komisch. En die vrouw zegt van, wij zijn niet verplicht om jou te informeren, maar Vodafone is verplicht om jou te informeren en T-Mobile is ook verplicht om jou te informeren dat ze de gegevens bij ons opgevraagd hebben. Nou, dat hebben ze nooit gedaan, maar misschien via algemene voorwaarden waar je niks van weet. Ja, die heb je aangeklikt natuurlijk. Ik wil even naar een voorbeeld wat dichter bij huis is. Dichter bij Paard van Troje, om even letterlijk te noemen. De zogenaamde Haagse Pandbrigade. Wie heeft er wel eens van gehoord? De Haagse Pandbrigade. Ja, die zijn misschien mensen uit Den Haag. Michiel, kun je er even een filmpje van laten zien hoe dat in zijn werk? Het is een klacht die je vaak hoort van mensen in de krachtwijken. Boven mij wonen wel 12 mensen, terwijl er misschien maar plek is voor 4. Overlast dus, door overbewoning. Maar hoe kom je daarachter? Gemeente, politie, brandweer en woningcorporaties werken daarvoor samen in de Haagse Pandbrigade. En die kijken pand voor pand wat er niet klopt
En dan gaat het niet alleen om overbewoning, maar ook om hennepteelt en sociale uitkeringsfraude. We hebben 3 etages, 3 bewoners ingeschreven, we mogen de kamer vuren. Maar het is en blijft overdag, hè. Mensen werken ook gewoon. Hallo, gemeente Den Haag, is er iemand thuis? Ik vind het dus zeer belangrijk, hè, omdat we dus heel veel misstanden aantonen in dit soort wijken. Waar niet alleen qua bewoning, maar ook fraude met sociale voorzieningen, hennepkwekerijen en dergelijke. Dit was een adres waar dus vijf alleenstaanden stonden ingeschreven. Dus dat blijkt nu een woning van een corporatie te zijn die dan verhuurd is op een bepaalde manier als anti-kraak. Maar ja, uiteindelijk wonen er toch te veel mensen onzelfstandig. Dus daar zal toch een oplossing voor gevonden moeten worden. Ja. Vandaag is de pandbrigade. We zijn in de wijk bezig. Controleren we de woningen op het feitelijk gebruik, zoals het in het echt is. Schoen uit! En met hoeveel mensen woont u hier? 3 kinderen. Het begint met een digitale schouw, dus van alle adressen in dit soort buurten. Die worden op basis van alle systemen van de samenwerkende diensten worden die gecontroleerd. En daar rolt een ja of nee controle uit. En daarnaast het observeren, dat doen wij dan het schouwen. Dus de inspecteurs die nu op straat lopen, die kijken direct naar panden die wellicht niet op de lijst staan. Waarvan ze denken dat het toch iets mis zou kunnen zijn. Hè? Er komt er geen camera binnen? Ja? Ja, oké. Een huurcontract waar de huisbaas getekend heeft? Nee. Heeft u niet? Nee, ik weet het niet. En hoe lang woont u hier al? Bijna 1 jaar. Bijna 1 jaar? Eén jaar, ja. Maar ik wil heel graag weten wie de huisbaas is. Zij konden niet precies aangeven van wie ze huurden. Op de eerste komt daar een onbekende man volgens hun langs en die haalt het geld op. En op dat moment kunnen wij eigenlijk niet precies zien wie nou, of er iemand tussen zit. We weten uiteraard wie de eigenaar is. Ja. Dus we gaan gewoon de eigenaar benaderen over het feit dat de manier van wonen niet goed is eigenlijk. Inschrijvingen Sophie, we hebben hier sowieso 1, 2, 3, 4. Het zijn 6 gemeentediensten die bij elkaar vanuit 1 locatie werkzaam zijn. En de politie? Dat is 1 van de 6. Wanneer komt de politie tevoorschijn? De politie is met name bedoeld bij echt wel risicoadressen waarvan we denken dat het echt goed mis is. En waar we dan s'avonds heen gaan, meestal met machtiging van de burgemeester. En daar is de politie erbij als sterke arm. Vroeger waren ze een beetje meer illegaal in één huis gewoond. Er zijn misschien 6, 7 mensen in één huis. Maar nu zijn ze helemaal door de politie gecontroleerd. Zijn ze helemaal goed gekomen. Want ik heb nu meerdere serieuze klanten die dan in deze buurt ook willen investeren. En willen kopen natuurlijk. Dus het is nu wel iets actiever dan de jaren daarvoor. Tegenwoordig weet je niet wie je buren zijn. Dus het is wel goed dat er zo'n brigade is om te kijken wie wat woont. Hoeveel mensen ook in een pand zitten. Dat is ook belangrijk. Goed. Dit is een fragment uit Den Haag Frontaal, dat is de lokale zender. Als je dit zo ziet, dan denk je, nou, dat is mooi. Die vervelende wijken, een beetje schoongeveegd, allemaal gecontroleerd. Boel op orde, niks aan de hand. Maar volgens jou is er van alles misgegaan. Nou, het is een vrij stukje propaganda inderdaad, ja. Ook krachtwijken, het is een mooie Orwelliaanse term die ze maar niet uitkrijgt. Het heet gewoon achterbuurt volgens mij. Ik heb de Haagse Pandbrigade goed onderzocht. Wat belangrijk is, wat die meneer zei, is de digitale schouw. Je mag volgens de wet niet zomaar ieder huis binnenkomen. Dus er moet een redelijke verdenking zijn voordat je ergens mag aanbellen. En wat hebben ze nou bedacht? Een jaar geleden hebben ze tonnen gestopt in een hypermodern systeem hier in Den Haag om panden digitaal te schouwen. Wat doen ze? Ze gaan allerlei registers die ze hebben, gaan ze aan elkaar koppelen. En dan komt dan een risicoscore uit. En aan de hand van die risicoscore kijken ze of een pand wel of niet bezocht moet worden. Nou, ik heb daar onderzoek naar gedaan, een WOP-verzoek ingediend. Toen raakte ze helemaal in paniek. Toen mocht ik langskomen en mocht ik kijken hoe ze dat nou deden. Het blijkt nou dat het systeem is zo modern dat ze 2 Excel-lijsten met elkaar vergelijken. En dan kijken of er meer dan 2 alleenstaanden op 1 adres wonen. Dat is al een verdacht pand. En of er nog meer mensen wonen eventueel. Het resultaat is dat bijna 3/4 van de panden in de achterbuurten, Regentessenkwartier zat onder andere bij, 3/4 van de panden werd aangemerkt als verdacht. Dus 3/4 van de panden werd bezocht. Door dus woont u in de buurt? U bent verdacht, alleen omdat u hier in de buurt woont. Ja, dat sloeg natuurlijk nergens op. Nou, de resultaten werden ook bekendgemaakt. Nou, uiteindelijk was er ongeveer in 2-3% van de gevallen was er sprake van een strafbaar feit. Maar heel veel van die gevallen was dat mensen niet goed bij het GBA stonden ingeschreven. Die hadden zich nog niet ingeschreven. Maar het feit dat ze niet goed bij het GBA stonden ingeschreven was een rechtvaardiging achteraf dat ze toch het pand hadden mogen betreden.
Nou, dat is al behoorlijk discutabel. Hè. Het zijn natuurlijk alleen de achterbuurten waar naar binnen wordt gekeken. Waar het een beetje tricky wordt in dit geval is, als je eenmaal binnen bent. Want wat je ziet gebeuren is, nou, op een gegeven moment zo'n project loopt en iedereen is tevreden. Er worden allerlei extra bestanden en extra partijen worden erbij gehaald. Dus wat gebeurde er? De leerplichtambtenaren gingen meedoen eraan. Dus als een Haagse pandbrigadier, die daar totaal niet voor is opgeleid, een kind ziet in huis dat overdag tv zit te kijken, kan die bijvoorbeeld jeugdzorg bellen of de leerplichtambtenaar gaan bellen. Want dat is een verdachte situatie volgens hem. Nou, ik heb er ook met die medewerkers gesproken, die wilden dat niet onder record zeggen, maar die lieten ook al merken van nou, daar zijn we niet voor opgeleid, dus dat doen we liever niet. Mm. Er voelden zich zelf ook nogal wat unheimisch bij. Op dat soort sociale misstanden te gaan letten. Maar je ziet op de achtergrond dat al die partijen gaan samenwerken op lokaal niveau, maar ook regionaal niveau. Belastingdienst komt erbij. Ja, want om ze even op te sommen, welke databases zijn er op een hoop geveegd? Want je had net het GBA. Ja, het GBA natuurlijk. Gemeentelijke basisadministraties. De basisadministratie van Nederland, waar ongeveer ook 5-8% fouten in zit. Dus zo betrouwbaar is het niet. Het CIOT, dus dat is de opsporingsdienst voor sociale zaken. En ook de belastingdienst dus. Belastingdienst, ja, alles komt erbij zo langzaam. Met dat BTW-nummer van mij. Het grappige is dat ze het bij zo'n project wel voor elkaar kunnen krijgen. En als het bijvoorbeeld om de mensenhandel gaat, en dat willen we met z'n allen heel hard aanpakken, de mensenhandel, dan kan het opeens niet vanwege privacy. En dan denk ik, waarom kan het bij dat soort wijken wel? Ja. En als ik spreek heel vaak bij politie en marechaussee, weet ik wel, over bestrijding van mensenhandel, hoe pakken ze het slimmer aan? En dan als je ziet, ja, maar mevrouw, dat kan niet hoor, privacy, en dat kan niet, privacy. En uiteindelijk, als je een beetje doorvraagt, dan is het meer onwil dan dat ze het echt niet kunnen. Ja. Want wat hebben ze daarop bedacht, al die diensten? Dat noemen ze convenanten. En via zogenaamde convenanten kunnen ze alle privacy omzeilen wat in de wet staat, want dat mogen jullie niet doen. Dat soort informatie mogen jullie niet uitwisselen. Ja. Op het moment dat 6 of 7 organisaties met z'n allen zo'n convenant afsluiten, dan mag het opeens wel. Ja. En dat controleert niemand. Daar moeten we wat meer op letten, inderdaad. Goed, ik hoor al wat geroezemoes in de zaal. U wil natuurlijk ook wel even wat kwijt. Maar goed, ik zou zeggen, gaan jullie even lekker zitten? Jullie krijgen eerst even een hartelijk applaus natuurlijk. Maria Genova, Dimitri Tokmetsis. Goed, ja, ik kom even weer naar jullie toe. Dan voel ik me wat meer onder het volk, zal ik maar zeggen. Goed, iemand nog een reactie hier? Ja, kijk eens aan, daar komt iemand. Hey. We hebben natuurlijk afgelopen vrijdagmiddag, gaat u goed zo? Ja hoor. Afgelopen vrijdagmiddag natuurlijk een debat gehad en een paneldiscussie. Ja. En wat mij toen heel erg... Dat was het Internet Governance Forum, hè? Dus wie gaat er over het internet? En dan mocht hij gaan modereren, dan mocht ik wat roepen, dat is leuk. Lees, maar goed, dan mag jij even. Nog een keer. Mij vielen eigenlijk twee dingen op die middag. De een was, we probeerden de discussie de kant op te krijgen wat jij nu heel goed hebt. En dat nauwelijks lukte. En mensen zich helemaal niet zo vreselijk zorgen maakten over de dingen die jij nu aankaart. En het andere wat mij misschien zelfs wel een beetje schokte, was het enorme wantrouwen jegens de overheid. Maar het raakte zelfs een beetje, vond ik, aan de legitimiteit van de overheid op het moment dat zoveel mensen het beginnen te wantrouwen wat die overheid doet. Ja. Dus de vraag is van Gaat dat nog wel goed? En, dus het privacyprobleem is niet alleen wat weten ze van me, wat doen ze er allemaal mee? Maar als het nou steeds weer over de scheef gaat, raak ik op een gegeven moment het vertrouwen kwijt. Ja, of mensen, of het de complottheorieën zijn, of dat het de waarheid is, dat laten we even in het midden, want dat weten we alle twee nog niet helemaal. Maar het raakt op een gegeven moment aan de legitimiteit van de overheid als er zo getwijfeld wordt aan het oprechte optreden. Ja. En wat ik heb geprobeerd nog in te brengen, dat is mijn laatste punt, is dat de overheid bepaalde taken heeft in het beschermen van de natie, de staat, de samenleving, individu, hoe je het wil noemen. Ons. Ons, in het algemene zin. En toch wordt daar ernstig aan getwijfeld aan de goede bedoelingen. Nou, en wat kun je daaraan doen? Is dat misschien een idee voor een debat ergens volgend jaar? Ja, daar gaan we het volgend jaar nog over. Nou, dankjewel voor deze reactie. Alsjeblieft. Ja. Goed. Ja. Ik wil even nog twee mensen naar voren halen. Terwijl het filmpje draaide, heb ik even op Twitter gekeken. En nou, dat is leuk, allemaal twitteren, een hoop reacties. Wat erin stond, zal ik niet zeggen. Die mensen hebben ook recht op hun privacy. Maar ik wil even twee mensen uitlichten die heel veel hun best hebben gedaan. De eerste is Miranda Maasman. Waar zit je? Oh, die is net weg. Is dat zo? Nou, dan houdt ze dat boek nog van me te goed. Er was een andere meneer, die heet Conrad nog iets. Ja, oh, daar zit je. Hey, Conrad. Nou, dankjewel. APPLAUS.
Jij krijgt van ons de macht van Facebook. Dankjewel. En je gaat nu meteen een Twitter schrijven over... een tweet schrijven, ik krijg hier een boek. Ja, dat is wel leuk. Nou, dat was het. Je gaat er een foto van maken. Ja. Jij mag hem ook straks nog even uitpakken. Had je er iets te zeggen of ga je gewoon een leuk boek lezen? Ik ga een boek lezen en wat leuks op Twitter zetten. Oké, okay, nou, dankjewel. Hey, dankjewel. Ja. Nou, tot slot wou ik er nog eentje weggeven voor ja, de mensen die je toch maar even durfden om hier te komen staan. Hè. Dan krijg je zo'n imponerende camera in je smoel. En dan stel je ook nog op het internet. Maar er was één meneer die toch al een gevoelig plekje bij me raakte. Dat je van potverdik, ja, hij komt wel voor ons op. Meneer, hallo, mag ik u even een boek geven? Ja, een applaus voor hem. Dankjewel. Goed. Ja, Miranda Maasman was er niet, dus er ligt er nog één. Wie wil hem hebben? Ikke. Ja, jij was eerst. Nee, wie riep de ikke? Ikke. Oh, dat was jij, ja. Alsjeblieft. Goed, tot slot. Want we willen natuurlijk allemaal naar de bar, we willen allemaal even kletsen, netwerken. Tot slot nog dit. TikTok is de iedere eerste dinsdag van de maand. We hebben allerlei gasten, er staat een band, wordt van alles en nog wat gedaan. En het is gratis. Inderdaad, dat zou je dan wel eens een keertje willen weten. Want ja, niets in het leven is gratis, als we dat wel hebben geleerd. Hè. Op het internet krijg je vooral heel veel reclame. Wij doen het anders. Er zijn gelukkig heel veel organisaties in Nederland die vinden het belangrijk dat het met technologie, en in het bijzonder internet, mobieltjes, alle digitale spullen waar we ons mee omringen, wel goed gaat. Niet om uw spullen te verkopen, ook niet om u bang te maken, nee, dat het gewoon goed gaat. We hebben bijvoorbeeld HCC, de Hobby Computer Club, 70.000 leden, die betaalt de decembereditie. We hebben ook SIDN, de Stichting Internet Domeinnaam, dus waar je .nl koopt. En van dat geld sponsoren ze de volgende Tech Talk, die gaat over internetvrijheid, 6 november. Deze Tech Talk, die over privacy ging, wordt gefinancierd door ECP, het Platform voor de Informatiesamenleving. En wat het is en wat dat doet, daar wil ik even de directeur hiervoor hebben. Dus hij is eigenlijk degene aan wie we dit allemaal te danken hebben. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Arie van Bellen. Bam! Goed. Nou, Arie, ja, hopelijk heb je een leuke avond gehad. Of niet? Ik vond het hartstikke leuk. Ik vind dat jij dat zo leuk doet. Ik weet nog dat hij ambtenaar was. Weet je, zo'n vorige baan was jij ambtenaar bij de Raad en Auto? Ja, dat zag ik de hele dag zo. Ja, ja, er zit ook een Raad en Auto. Oh, kijk. Maar hij is super gaaf. En ook hoe jij dat doet. Dus ja, ik heb heel veel geleerd. Je hoorde de mensen net al even, hoe je ervan betaald? Ja, natuurlijk. ECP, wat is het? Wat doen jullie? Het is een stichting, neutraal. Bedrijven, overheid, wetenschap werken samen om zeg maar die digitale ontwikkeling in Nederland in goede banen te leiden. Te zorgen dat we wel de kansen pakken, maar dat we de bedreigingen zoals privacy, bedreiging van onze privacy, dat we dat goed gaan regelen. Ja. En het moeilijke daaraan is, dat hoor je vanavond ook wel, dat het probleem is niet alleen van de overheid of de burger of van bedrijf, die moeten samenwerken. Ja. En dat proberen we te organiseren. Okay. Een voorbeeld, je noemde die digibewuste campagne. Ja. Nou, die doen wij, maar dat is geen geld van ELNI of zo. Dat is een samenwerking waar ook partijen uit de markt aan meebetalen. Hm. En wat we eigenlijk proberen, is als we nou over een jaar hier weer staan, dan zou ik willen dat er betere wetten zijn, dat die beter gehandhaafd worden, dat de bedrijven nog een stap verder zijn om zelf hun verantwoordelijkheid te nemen. Zoals je bij TomTom en NS hoorde dat ze daar wel degelijk over hebben nagedacht, maar dat ze er ook goed communicatie over geven. Maar dat ook de burger zelf zich bewust is van wat er allemaal aan de hand is en ook stapjes zet. Want Brenno, waar ben je? Dat is mijn broer, wisten jullie dat? Dat is wel te zien. Nou ja, mijn vriend. Kijk, ik vind het heel leuk wat jij altijd doet. Alleen wat je nog even had moeten doen, is vertellen hoe mensen dat uit kunnen zetten. Hmm. En dat is precies wat ik als onze rol zie. Ja, het kan dat iemand een fake KPN-account maakt, maar je kunt het dus uitzetten. En dat willen wij de mensen leren. En daarom hebben we in november, de week van 10 november, Alert Online. En dat is een beetje een parodie op zijn Lektober. Okay. Waarbij we met het Cybersecurity Center en nog een paar gaan zeggen, jongens, cyberveiligheid is belangrijk, maar we kunnen er wat aan doen. Nou, dat doen wij. Oké. Okay. Nou, we hebben deze avond hebben we van alles voorbij zien komen. Zaten er nog voor jou schokkende dingen bij? Want jij zit natuurlijk midden in het veld. Je weet alles over internet. Maar zaten er nog dingen bij van, ja, van potverdikke, zeg hij.
Nou, ja, zeker wel. Ik kan er wel een paar noemen. De boeken had ik wel zelf al gelezen. Oké. Okay. Dus die hoef je niet meer te geven? Die hoef je mij niet te geven. Oh, okay. Maar wat ik wel vind is dat ook als je Peter hoort, en dat vond ik wel heel leuk, dat is dat dubbele. He, ja. Ik zit bij dat Eleni, noemde jij, EZ zeg maar, daar zitten wij ook aan tafel. En die zijn eigenlijk een beetje jaloers op Facebook en Google. Waarom hebben we dat niet in Nederland? Dat die digiraadmeisjes niet in hun garage gewoon een Google verzonnen hebben of zo. Dat willen we eigenlijk ook allemaal wel. Ja. Dus we vinden ze soms eng, soms te machtig, maar we vinden ze ook gaaf. Ja. Nou, en dat hoor je vanavond ook er doorheen. En dat is al typisch zo'n balans, innovatie en bescherming. En dan heb je nog die overheid, veiligheid. Dat zei, wie zei dat nog meer, Wouter Natris. Hoe ga je die drie nou door elkaar heen husselen? Nou, dat heb ik van vanavond. Dus ik ben still confused, but on a higher level. Ja. Dankzij jou. Nou, hartstikke mooi. Nou, dankjewel. En nu gaan we drinken, toch? En dan, ja, dan gaan we drinken. Doe nog even de afkondiging. Ja, applaus voor Arie van Bellen. Dankjewel. Goed. Voor, anders doet niemand dat. Applaus voor Christian van het Hof. Dankjewel. Ja, ik vind het gewoon heel leuk om te doen, dat is het vooral. Want ik doe dit dus vaker. Hè? Volgende maand, dus 6 november, ook weer dinsdag at Tech Talk. Schrijf in, kom langs. Als u ook nog ideeën heeft, kunt u aan me mailen. We willen nog allerlei dingen gaan doen, we willen filmen op locatie, we willen af en toe eens wat kunstenaars of dichters dingen laten doen. Ideeën welkom, als u zelf iets wil doen, kan dat ook. Daarnaast doe ik ook Spinoza te paard. Nou, ik zie een paar mensen die ook bij Spinoza te paard komen. Dus heel wat anders. Wel dezelfde locatie, dezelfde crew, maar dan hebben we dus één topwetenschapper die er een verhaal vertelt. En dan mag je allemaal mee gaan discussiëren daarover. En dat is steeds de derde dinsdag van de maand. Dus 16 oktober hebben we hier Leo Kouwenhoven en die heeft het Majoranendeeltje ontdekt. En die komt u vertellen wat het is, wat je daarmee kunt. Nou, dat ga ik u natuurlijk nu even niet samenvatten. Daar krijgt de man 3 kwartier voor. En dan kunnen we leuk meekletsen. Nou, er is flink getwitterd, dat gaan we nog eventjes leuk nakijken. Als u nog ideeën heeft, mail ze, dinsdag@techtalk.nl. We krijgen nu een jam-sessie, maar ik wil eerst nog even iets anders zeggen. Kijk, als je het hebt over privacy, is het al gauw zoiets van, oh, dat wordt verzameld, dat kan misgaan. En dan kun je al snel denken van, hé, moeten we dat nou beter beveiligen? Ja, soms is het ook wel leuk als mensen iets van je laten zien, waar je niet om hebt gevraagd, maar toch eigenlijk ook wel heel leuk is. Dat je zegt van, ja, het is wel goed dat mijn privacy daar eens geschonden is. Dus een van mijn gasten heb ik even gegoogeld en die blijkt dus saxofoon te spelen. En ik had gevraagd van, wil je komen spelen? Maar we vonden ook nog dit filmpje van hem. En daar wil ik even mee afsluiten. Haal de flyers, ik zie u volgende maand weer. Dank u wel.